deze schoolgebouw, hier hebben we dus ad hoc ingezeten. En die wordt dus nu helemaal leeggehaald door de mensen die hier hebben gewoond. Er is wel een verhuisbusje aan de zijkant van deze kant. Want hier heb je dus een deur. En aan de andere kant heb je dus ook een deur en daar staat een busje. Maar het wordt dus een sloopkogel gaat er hier dus doorheen. Dus ja, het is ook wel weer een leuk project om dit in de gaten te gaan houden voor jullie. Dus ik zou zeggen, kijk er even heel goed naar hoe het er nu uitziet. Het is dus vandaag 4 januari 2021. En dit gaat er allemaal uit, dus kijk, gymzaal. Gaat er allemaal uit weg. Dit wordt allemaal gesloopt. En dat moet volgens mijn informatie volgende maand gebeuren. Wat ik nou wel heel nice vind, en dat ze dit hebben gedaan. Helemaal oranje gespoot. Ja, kom maar. En dat zijn er meerdere die oranje zijn, dus dat valt op. En overal hek. Overhekken. Ze gaan hier binnenkort lekker bezig. Alleen maar blij mee. Mag ook wel, want het is één grote pauperzooitje. Kijk, hier allemaal weer latjes en alles. Helemaal overal hek. Nou, hier staat het nog even open. Alleen ik mag er nou niet op. Nou, ik ga inderdaad zo meteen filmen tussen 9:30 en 10:30 in de ochtend. Ik wil dus rond 9:00 daar wezen. Het is een oud schoolgebouw, hier bij mij zelf in de wijk. En ik heb daar toestemming voor mochten jullie in de wijk gaan praten. Ik heb daar toestemming voor. Ik heb dat gisteren nog aan de meneer al daar gevraagd. Hij zag eerst het nut er niet van in, dus ik heb me moeten overtuigen. En omdat ik me dus heb moeten overtuigen, mag ik dus nu de laatste keer als wijkbewoner speciaal voor jullie nog even binnen filmen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in het hele proces om de school heen, dus de verbouwing, de sloop, de heropbouw, dan zou ik zeggen, graag vooral abonneren op mijn kanaal. Ja, want ook daar komt het dus ook in terecht. Ik zal elke keer wel een klein stukje in mijn normale vlog laten zien. Maar ik zal ook dus een aparte playlist er ook sowieso voor maken. En dus ook een aparte video. Net zoals het winkelcentrum bij mij in de buurt. Dus, ben je nieuwsgierig? Ik zou zeggen, abonneer, reageer. Doe het duimpje omhoog en doe het belletje aan. Want dan blijf jij zeker op de hoogte met alles wat ik online plaats. Dus, heel veel kijkplezier. Nou, wat je dus hoort, dat is dus dat daar. Dat stenen, die zijn ze nu aan het afbikken. Afhalen. En zometeen loop ik dus hier nog even binnen rond. Zo, mensen. Mag dus even jullie nog een rondleiding geven. Het oude schoolgebouw. Dit is dus inderdaad de gymzaal. Kijk, we zijn hier goed bezig met sloopwerkzaamheden. Kijk. Nou, dit zal ook voor de kinderen wel bekend zijn. Heel mooi. Nou, hier hebben dus de spulletjes gestaan. Denk ik zo. Zoals in elke gymzaal. Ga ik daar weer mooi uit. Ben ik niemand ook tot last. Kijk, hier zijn ze lekker bezig. Moet er ook. Hè? Als het allemaal gesloopt gaat worden, moet het allemaal gebeuren. Nou, gaan we dus naar boven. Kijk, dat is een kamertje. Gaan we naar boven. Ja. Kijk. Zo, eens even kijken. Gaan we naar boven. Stikke. Naar boven, dat kan dus niet. Even kijken.
Dan gaan we even andere kant op. Yes. Kijk, dan gaan we een deur pakken. Nou, kijk eens aan. Allemaal sloopswerkzaamheden, spullen wat ook moet vanzelf. We gaan hier naar boven, lijkt me handig. En dan komen we weer beneden weer terug. Kijk, uitzicht. Helemaal naar boven. Helemaal aan die kant en dan gaan we weer zo meteen weer terug. Gaan we zo richten naar beneden. Ja. Eerst even helemaal naar het achterste begin. Een stukje. Want hier konden we dus net niet omhoog. Wat logisch is. Hier zijn ze heel druk bezig. Planningbord. Kijk. Heel mooi. En dit gaat allemaal gesloopt worden. Hier hebben dus ook mensen ingewoond. 4 jaar lang. Dat is lang, 4 jaar. Eens kijken. Wc'tjes. Gaaf om dit nog even te zien. Ook voor jullie denk ik, neem ik aan. Grappig. Leuk. Ja. Kijk. Kijk, uitzicht. Ook niet allemaal onbelangrijk. Nou, weer de wc inderdaad. En dan hadden we weer een lokaal. Nooduitgang. Ook niet heel erg onbelangrijk. Ik even een rondje maken voor jullie. Zodat jullie even een beetje nog een impressie hebben van hoe het eruit zag. Jullie oude lokaal. Kijk. En dan gaan we weer hier naartoe. Kijk, ook weer een mooi lokaaltje. Nou, en zo ziet het er eigenlijk overal uit, vanzelf. En hier hebben jullie dus les gehad. Nou, zijn we dus eigenlijk bij het laatste stukje van de bovenbouw aangekomen. En ik weet niet welke lokaal dat was, maar dat kunnen jullie mij allemaal wel vertellen onder de comments. Vanzelf, dat lijkt me geweldig. Kijk, een hele oude brandkraan volgens mij. Kijk dan. Gaaf. Heel gaaf. Heel mooi. Kijk dan. En dan gaan we zo weer nu naar beneden. Kijk. Yes. Gaan we naar beneden. Zo. En dan beginnen we dus daar. Yes. Kijk, een hele radiator op de vloer. Ook helemaal leuk. Dat zie je ook niet zo vaak. Yes. Nou, dan hebben we hier dus nog een wc erbij aan de lokaal vast. Want dit is waarschijnlijk de kleuters. Ook leuk om dat dan even te merken en te zien hoe dat in elkaar heeft gezeten. Nou, daar is dus een ruit kapot. Even kijken, ja. Nou, dan hebben we hier dus weer een ander lokaal. Ik kan dus niet boven komen, dat kan dus niet. Ik heb dus iemand meelopen. Oh, die zit op slot. Hé, nou. Die kan ik dus niet gebruiken, die zit dus op slot. Fijn. Maar ja, maakt niet uit, geeft niet. We hebben hier dus ook nog een wc'tje in het lokaal. Ook niet erg. Die zit dus op slot. Die deur. Die deur zit dus op slot. Maar dat maakt niet uit. Komt wel goed. Alles komt goed.
Ja hoor. Kijk, mooi kapot raampje. Zal ik maar niet... Nee? Is niet handig. Nee. Kijk, deze is wel open. Hola. Hele mooi kastje. Ventilator. Het is hier ook volgens mij helemaal uitgewoond ook, hè? Dan vergeet ik die ding, maar het gaat even om het ding. Kijk. Wat staat hier allemaal nog op? Schappig. Zo. Probeer ik nog even hier naar boven te gaan. Yes. Hier kan ik nog even weer naar boven. Want ik wil de tweede etage hebben. Waar ik dus net niet naar binnen kon. Pak ik hem hier nog even op. Kijk. Ik kwam hier dus net niet waarschijnlijk naar binnen. Als ik het ga opletten. Denk ik dat deze deur het was. Ja. Ik kwam daar dus net niet naar binnen. Nee. Ja, die is dicht. Oh wow. Hij is dicht. Sorry, daar heb ik ook niks aan doen. Zo, verf. Grappig. Kijk dan. Wow, in Prognes. Even kijken. Nou, hier kon je dus lekker waarschijnlijk computeren. Geslaagd. Leuk. Wauw. Ik ben de tweede verdieping. Ik zeg het even. Zo, en toen was het hier helemaal licht. Nou, kijk. Nou, wc'tje. En dit is dan de laatste alweer van deze verdieping. Kun je nagaan. En dan zie je dus eigenlijk dit. Wat een stukje fijn. Ja. Kun je nagaan. Nou, het heeft daar denk ik iets gehangen, weet ik niet wat. Ook een intercommetje. Ook weer een glas kapot. Kun je nagaan. Wat heeft hier allemaal in welke lokaal gezeten? Wie kan mij dat vertellen? En in welke lokaal heb je gezeten? Lijkt me ook wel leuk om dat te weten. Ik kan hier dus niet naar beneden. Dat gaat dus niet. Moet ik de andere even hebben. Ik moet de andere kant weer hebben. Dus even een leuke. En dan ga ik bij de andere weer. Zometeen weer naar buiten. Ja. Juf, meester, oké. Okay. Leuk. Al die dingetjes erop, zeg. Yes. Nou, dan gaan we naar beneden en dan de laatste lokalen en dan heb ik alweer jullie een rondleiding gegeven in het schoolgebouw die dus gesloopt gaat worden. Ja, die dus gesloopt gaat worden. Ja, ja. Kijk, het laatste. Zo, het laatste stukje nog. En dan zijn we bijna klaar. Hoe mooi is dit? Ja, ja. Klein leuk keukentje. Dan pak ik nog de laatste de laatste lokaal en dan ben ik er bijna weer klaar.
Kijk. Allemaal namen. Ook nog. Kijk dan. Wat leuk. Staat er ook nog aan deze kant allemaal namen? Nee, ja, bijna. Kijk, heel leuk. Leuk, leuk, leuk. En dan hebben we nog een kelder, maar daar ga ik niet naartoe. Dat ga ik niet doen. Ik ga nog wel even deze lokaal aan jullie laten zien. Dit is waarschijnlijk vroeger de knutselokaal geweest. Denk ik zo. De laatste lokaal. Of van de kleuters kan ook. Mensen zijn mensen en ik zal zijn wie ik ben. Hoe dan ook zal ik de weg volgen die mijn weg is. Die is heel mooi. Nou, dat was de rondleiding van de Waalse Louise. Ja. Dus, en op naar de nieuwbouw. Ze zijn dus bezig, zoals jullie kunnen zien, met het onkruid te verwijderen. Helemaal langs, want het was hier heel erg hoog. Nou, dat hebben jullie kunnen zien in het vorige filmpje. En ik denk dat ze eerst dus de ramen eruit gaan slopen en dan de rest eruit gaan slopen. Want bij de gymzaal aan de andere kant zijn ze ook al bezig. Dus we gaan het afwachten hoe en wat. Dus dat. Oké, even een hele grote update. Zo. Ze zijn sowieso bezig met asbest. Gevaar. Heel groot gevaar. Oké. Zie dan. Kijk dan. Kunnen we heel mooi naar binnen kijken. Ja, nou oké. Nu kunnen we heel mooi naar binnen kijken. Er zijn sterretjes in die ruimte. Ja, allemaal. Alleen daar nog niet, daar nog niet. Maar ze hebben hier alles al... Nou, de ramen hebben ze eruit gestript. Gevaar. Huh? Veiligheidsglas nog niet. Nee. En zo'n voet hadden ze dus mee. Ja. En dus je mag dus nou helemaal niet rondom het gebouw bevinden eigenlijk. Daar bij dat lijntje. Maar het is nou lekker koud. Ja, ook niet heel handig. Ik zal even wat beter voor jullie gaan filmen. En excuses en voor al die rare rotgeluiden om me heen. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Is het helemaal eruit gestript, man. Ik kan nu lekker naar de overkant kijken. Yay! Een doorzonwoning, zeg wel. Wauw. Ik kan er ook doorheen schijnen. De regen. Doorregen. Dat is ook wel handig met dat stopcontact bij. Ja. Het gaat regenen en draaien. Nou, werkt het. Alles is het al goed. Haal dan hier die stroom eraf. Wat, en wat Rodus ook al zegt, als je het doet, haal het stroom dan er vanaf. Maar ja, er is een beetje te veel lawaai om ons heen. Dus Rodi praat niet zo hard als ik. Joepie. Ja, mevrouw, ik vlog. Ik vlog. Ja. Vloggen. Leuk. Nee hoor. Wij ruzie nooit. Ja, okay. Ja, eigenlijk altijd. Nou. Hier is nog eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen een beetje een gele wand binnen. Kijk, en je mag dus nou niet daar bevinden. Yo, hallo. Zo, kijk. En dat doe ik dus nu ook niet. Lekker pu. Ga ik ook nou niet doen. Asbest sanering. Want ja, ze moeten wel alles namelijk veilig doen. En kijk, wat ik al zeg. Wat een sticky day. Het is een hele mooie gele wand daar. Jee. Maar die wand aan de andere kant, die is er ook uit. Hey, kijk maar. Doorheen kijken. Je kan er weer mooi doorheen kijken. Yes. Wat Ro al zegt, ik weet niet of jullie het kunnen zien.
maar dat is leuk. Het moet nog gemaakt worden natuurlijk, voordat het gesloopt wordt. Ja, heel, heel erg handig, toch? Ja, bijzonder handig. Dat het glas en lood ook bewaard gaat worden, dat het ook gesloopt gaat worden. Nou, dat zijn dan stickers. Stickers. Dat zijn dan gewoon een pure sticker voor glas en lood. Moet je kijken, wat een puinbak hier, hè? Jeetje mina. Allemaal lekker puin, zooi, puinbak. Kijk, en de muur van, ik wou zeggen de gymzaal, maar dat klopt niet helemaal. Kleedkamer. Maar van de kleedkamers van de gymzaal. Is er ook al uit. Wat zijn we hier aan het doen? Hey, de ingang is ook al gesloopt. Hey. Yay. En van wie is die fiets, zegt Ro? Niet van mij. Maar oké, okay, nee. Maar dit zijn dus stickers, zoals jullie wel weten. Nou, deze muur is eruit al. Alleen de ramen niet. Nope. Oh. Nou, en dan zal mij benieuwen wanneer deze hele raampui eruit gaat. Ik heb het kleedkamer. Hè? Ik moet eerst de kleedkamer weg, hè? Niet meer te stukken. Nou, ik denk zomaar, en dat ze dus eigenlijk het helemaal, de muren weghalen. Ja. En dan eigenlijk gewoon casco zo, en de palen laten staan. Maar dan snap ik het niet, want dat is drie hoog. Of het gaat inderdaad helemaal plat, maar ik weet het niet helemaal zeker. En het hoort er even niet bij, maar dit is de lawaai die jullie horen. Ja. Dat die gordijnen ook eerst weggaan. Ja, dat lijkt me wel, ja, dat het ook daar eerst weggaat, ja. Nou, en we hebben ook nog security, ook dat nog. Nou, gewoon allemaal hek. Wat de hek. Moest kijken hoe mooi beeld. Zie je dat je gewoon je auto hier mag neerzetten? Nou, ik hoor dat ze ergens iets mee bezig zijn. Met wat weten we niet. Maar dit is dus het schoolplein. Ik kan nergens op staan. Om beter te laten zien aan jullie. Ze hebben het helemaal al, ook aan deze kant deels, helemaal gestript qua ramen eruit halen. En ze hebben een eigen privé toilet. Yay! Dus dat, ja. Dat is het eigenlijk nu, op dit moment. En de grote update show. Ja. Nou, en zo ziet het gebouw dus de 's avonds uit. Ramen eruit. Boven niet. Licht. Nou, zo wordt het, zoals jullie weten. Wat zeg ik? Ramen eruit. Kijk, en zelfs de hoofdingang is eruit. Hier is het eruit. Het is één grote urbex locatie. Oh. Ja, zo. Dus ja, zo ziet het dus nu uit. Dan denk ik ook nog wel, en dat de gymzaal binnenkort eruit gaat. Als dit er allemaal uit is. Dat wandje is eruit. Nou, het is dus nu woensdag 17 februari. En zoals jullie zien, wordt er nog niks uitgevoerd. Dus ja,
Dan moet ik even wachten met meerdere video's te maken. Zodat jullie later kunnen zien dat het aan de gang gaat. Dus tot later daarmee. Nou, en zo ziet de school dus er nu nog steeds uit. Een kleine update voor jullie. Het is maandag 22 februari 2021. En zo ziet de school er nog steeds zo uit. Ze zijn dus wel bezig met asbestsanering. Maar zo ziet de school dus er nog steeds uit. Onder zijn alle ramen helemaal weg. En zoals je wel wellicht kan zien. Dat is een fantastisch idee. Kijk, zoals je wellicht kan zien. Zijn alle ramen beneden eruit. En boven zit het er nog in. Ze zijn dus nu druk bezig met de asbestsanering, wat ik net al zei. Yes, daar zijn ze nu druk mee bezig. Dus, nou, dat was weer even een kleine update. Hier zijn ze ook al mee bezig. Ja, het is nu 25 februari 2021. Ja. Dan ga ik even een stukje verder. Dus even kijken hoe ver ze nu zijn. Het is allemaal takkenbullshit. Mogen ze ook wel eens een keertje slopen hier van mijn pad. Van mijn pad dan mogen ze dat slopen. Kijk, allemaal auto's. Updateje, is ook leuk. Update voor jullie. Zo ziet het dus er nu uit. Het is zaterdag 6 maart. En ik loop er weer even langs. Maar ze gaan in één keer hard, moet ik zeggen. Kijk. Het gaat in één keer hard. Deze hele ding is eruit. Je kan zo in één keer naar binnen toe. Als je zou willen. Mijn god. Ja, het gaat in één keer hard. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Waar zet ik het op? Daar ben ik heel blij mee dat het in één keer wat gaat. Ja, ja. Nou, hier is niet zo heel veel veranderingen. Hier, oh, hier ook boven niet. Hier nog niet. Nou, dan krijgen we weer zo'n heel groot bord hoe het eruit komt te zien. Dan heb je hier nog heel grote struiken. Wat het gezicht zo'n beetje bederft. Ook handig. Rodi loopt voor mijn neus. Nou, nog steeds asbest. Dus kijk uit. Je mag dus niet achter de lijn komen. Kort. Kort. Goed zo, schat. Kijk. Kom maar, dame. Dus. We zijn lekker bezig. Dat zeker. En een fiets in de struiken. Ook erg handig. Hier in de struiken. Kijk. Mocht je nog een fiets willen... Keet pakken. Moet je wel even over het hek heen gaan. Ja, en een voetenmatje voor de ingang. Het is nog niet heel veel veranderd, maar wel aan de voorkant. En achterkant ook waarschijnlijk. Voorkant van de weg dan. En dit is de andere kant van de woonwijk. Ja, daar gaan we nu naartoe. Kijk, je ziet ook dat het inderdaad achterstallig onderhoud allemaal is erboven. Kijk, hier is, nou, dit is niet onveranderd. Het is wel de gymzaal die je dus ziet. Ook erg handig. Nou, en als we nou eens een keertje deze struiken allemaal weghalen, kan ik even iets meer filmen voor jullie. Want ja, een drone mag ik niet hebben. Kijk dan, lief. Hoe hard ze in één keer gaan. Nu wel in één keer, hè? Deze lady bij me houden. Kan ik even beter filmen voor jullie en even een beetje naar voren halen. Oh, het zieke idee. Kijk. De hele tak is doorgezakt.
Ja, omdat ze daar, nee, omdat ze dus daar het een en ander weg hebben gehaald. Ja, daar is het ook zo. Ja. Gamma, ja. Dus, zo ziet het dus nu uit. Ik ga weer even uitzoomen, dan hebben jullie het helemaal. Het is dus nu maandag 8 maart. Ja. We zijn hier dus ook al goed bezig. Zoals je dus al wel licht kan zien. Daarom dat ik ook weer even film. Het is nu richting 5:30, einde van de middag, begin bijna vanavond. Maar ze zijn goed bezig, ja. Nou, deze was er al helemaal uit. Deze. Maar. En zo. Ja. Kijk dan. Alleen deze hele raampuip bij en bij deze traphuis moet er nog allemaal uit. Kun je nagaan. Jeetje. We zijn goed bezig. En ik neem even mee. Het is vandaag donderdag 11 maart. En ik loop even hier weer langs voor een update hoe het eruit ziet. Ja. Het hele hek is een beetje door de wind meegesleurd, deels. Zoals jullie dus ziet, het is nog niet zo heel veel veranderd. Ik doe het even zo. Want anders zie ik helemaal niks wat ik film. Dus ja, het is niet zo heel veel veranderd. Ja, lieve kijkers, ik wil jullie heel graag bedanken dat jullie weer gekeken hebben naar deze nieuwe aflevering van de sloop van de Waalse Louise de Colligny School. En er komen zeker meerdere afleveringen bij. Dus dit was deel 1 en ik hoop dat jullie hebben genoten van deze deel 1. Zo ja, doe een blauw duimpje omhoog, doe het belletje aan, vergeet niet te abonneren en laat vooral een leuke reactie achter. En dan blijven jullie op de hoogte met alles wat ook omtrent de school online komt. En ook sowieso van elke vlog, elke dag om 2:00. Ik zou zeggen dankjewel en tot de volgende serie van de Waalse Louise de Colligny School. Doei doei!